Hey Martijn, jij bent bezig met een crowd expedition, waarbij je kijkt naar allerlei disruptieve innovaties die invloed hebben op verschillende branches en bedrijven. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, crowd expedition is een 2-jarig jaar media- en onderzoeksproject op zoek naar de werkelijk toegevoegde waarde van de collaborative platformeconomie. We doen steeds meer ook transacties tegenwoordig via platform, waarbij vraag en aanbod wordt gekoppeld op basis van verschillende technologieën. Bijvoorbeeld taxis, Uber, waarbij dus de vraag en aanbod van taxis wordt gekoppeld, Airbnb. Iemand heeft een ruimte, een huis over op het moment dat op vakantie gaat, iemand heeft daar vraag naar. En ja, wat ik eigenlijk aan het onderzoeken ben, is door in het paar jaar ongeveer 150 initiatiefnemers en experts overal heel de wereld in gesprek te gaan, te interviewen. Ja, wat nu echt de kern is van deze verandering en wat moet gebeuren om hier op lange termijn een model van te maken waar iedereen ook echt de juiste waarde uit gaat halen. En hier ook juist de link gaat maken tussen het nieuw en tussen het oud. Leuk, de hele wereld over. Wat drijft je hiertoe? Top. Nou ja, ik heb zelf een achtergrond in crowdfunding. Ik heb zelf als een van de eerste wereld op basis van de aandelen een crowdfundingcampagne voltooid. Wat een heel mooi verhaal naar buiten was, maar achter het scherm echt een groot drama was. En ik heb toen gezien van de potentie hiervan, van deze nieuwe platformeconomie is echt, echt enorm. Ik geloof erin dat de komende 5 tot 10 jaar iedere organisatie zonder enige uitzondering hierdoor wordt beïnvloed. Positief, negatief, direct of indirect. Maar iedereen krijgt ermee te maken. Ja. Maar niemand weet waar het heen gaat. Dus vandaar mijn passie om echt met alle mensen om me heen eigenlijk die ontdekkingsreis te gaan doen. En dat is gewoon super interessant. Heel interessant. En wat zijn je belangrijkste bevindingen tot nu toe? Ja, dat is een goede vraag. Lastig om het even kort samen te vatten. Maar de belangrijkste bevinding is dat uiteindelijk er is geen zwart-wit. Iedereen preekt voor eigen parochie. Waardoor je ook de verhalen van de nieuwe disruptieve platformen ook met een korrel zout moet nemen. Dat zijn natuurlijk ook gewoon allemaal slimme marketeers. En ik denk, de bevinding is dat we nu echt nog in een transitiefase zitten. Waar niemand weet waar het heen gaat. Maar zoals ik eerder zei, het wel echt iedereen ook echt gaat beïnvloeden. Qua learnings, dat het voor bestaande bedrijven heel erg lastig is om hierop in te haken. Want het ook echt wel, het is geen projectje, maar echt een verandering in de essentie van wie je bent. Wat ook heel vaak vraagt een verandering in organisatie, maar ook in mensen die bij je werken. Ja. En dat, wat je vooral heel erg ziet, dat heel veel dingen, juist ook door die nieuwe technologieën, veel efficiënter benut worden. Want we hebben natuurlijk uiteindelijk, als je om ons heen kijkt, en ook persoonlijk naar dingen die je hebt, bijvoorbeeld je auto. Ja, dat ding vraagt een flink deel van je salaris. Yeah. Uiteindelijk gebruik je de dingen amper. Dus eigenlijk hartstikke inefficiënt. En de nieuwe economie zorgt er juist voor dat al die verschillende resources veel effectiever worden benut. Met als extra benefit dat je ook nog extra sociale waarde uithaalt. Mooi. Volgens mij kan je nog uren doorpraten, maar korte samenvatting, een lange traditie met vele invloeden die naar alle kanten op kan gaan. Nou, absoluut. Dankjewel, Martijn. Graag gedaan.